De Eerste Wereldoorlog brak 100 jaar geleden uit. Deze periode wordt uitgebreid herdacht. Denk maar aan Lichtfront, die musical 1418, de vele films die zijn verschenen. We mogen nu eenmaal deze gruwelijke periode niet vergeten. Maar wat weten wij nog over de Eerste Wereldoorlog in België? Ik leg het nog even voor jullie uit in dit korte filmpje. Het begon allemaal met enkele economische spanningen tussen Duitsland en andere grootmachten. Duitsland was al op oorlogspad en had al enkele grote ruzies met andere landen. Op 28 juni 1914 werd de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand samen met zijn vrouw vermoord door Gravilo Princip. Hierdoor zagen de Duitsers hun kans om de oorlog te verklaren. Ze wilden Frankrijk binnenvallen, maar niet langs hun grenzen. Daardoor besliste Duitsland om Frankrijk binnen te vallen via België. Dit kon echter niet zomaar, omdat België een neutraal land was. De Belgen wilden voor geen enkel land partij kiezen. Toch slaagde Duitsland erin om ons land binnen te vallen. Dit gebeurde op 4 augustus 1914. Op deze dag verklaarde Duitsland de oorlog. Al snel moest België vele belangrijke plaatsen in handen van de Duitsers geven. Luik, Antwerpen en Gent vielen in Duitse handen, maar in de Westhoek, met name de polders, bleven de Duitsers steken. Op 25 oktober 1914 werden de sluizen van de IJzer in Nieuwpoort opengezet. Daardoor komt de volledige poldervlakte onder water te staan en de soldaten kunnen niet meer verder. Doordat Groot-Brittannië hulp had beloofd aan het neutrale België, mochten wij in nood zitten, kwamen zij ons steunen tijdens de Eerste Wereldoorlog. We spreken van een wereldoorlog omdat de hele wereld werd betrokken bij de oorlog. Verschillende landen en hun kolonies kwamen vechten in de Westhoek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ook voor het eerst gebruik gemaakt van gas als aanvalswapen. Door in aanraking te komen met het gas raakten de soldaten verbrand aan de ogen en aan de luchtwegen, waardoor ze soms een lange en wrede dood stierven. Na 4 jaar vechten en zwoegen in de Westhoek trokken de Duitsers zich terug om zich uiteindelijk over te geven. Het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken we nog elk jaar op 11 november met de wapenstilstand. Als we nu denken aan de Eerste Wereldoorlog, zien wij vaak het teken van de klaproos. De klaproos is het herdenkingssymbool van de Eerste Wereldoorlog, omdat dit de enige bloem was die in het kale, vernielde landschap kon overleven.